Bij deze oefening gaan we op zoek naar het uitgangssignaal van dit circuit. Als we aan de ingang een sinussignaal hebben, dat varieert van plus 10 volt tot min 10 volt. We werken op dat de diode in parallel staat met de ingang. Om hier aan te beginnen, beginnen we altijd in de oorsprong. En dat wil zeggen, als ten opzichte van de ground, ground is 0 volt, ook het ingangssignaal 0 volt is, dan zien we dat de diode geen rol speelt en dat het uitgangssignaal het gelijk is aan het ingangssignaal. Als we vervolgens deze spanning zien stijgen aan de ingang, en die stijgt groter als 0,7 volt, dan zien we hier, als hier 0,7 volt op staat, dat deze kant van de diode meer positief is dan de andere kant. Dit wil zeggen dat de diode gaat sperren, en als een diode in sperrt, is dat een open schakelaar en mag je die eigenlijk wegdenken. Dit wil zeggen dat bij de positieve piek van de ingangsspanning, variërend van 0 tot helemaal 10 volt, zal de diode telkens sperren en zal het uitgangssignaal juist hetzelfde patroon volgen als het ingangssignaal. Wat gebeurt er nu als we bij de negatieve spanning? De negatieve spanning beginnen we terug bij 0 volt, 0 volt, 0 volt. Dan is nog altijd de uitgang, volgt mooi de ingang. Wat gebeurt er nu als de spanning groter wordt als die min 0,7 volt? Dan wordt hier negatief en gaat de diode in geleiding. En dan zien we hier, vanaf dat de spanning lager wordt als min 0,7 volt, wordt de spanning afgekapt en wordt die nooit hoger als de spanningsval over de diode. In dit geval is de spanningsval 0,7 volt over de diode. Pas wanneer de spanning terug lager wordt als min 0,7 volt, dan gaat die terug het ingangssignaal meevolgen.